Niet alleen karaktermoord en aan de plagiaat, ondertussen aan het trollen. En wanneer ik alles aankaart, ben ik zogenaamd het probleem. Ja, is het mijn ego? Het is ook gewoon defamation. Het is defamation. Ja, weten dat de lasten die ik ondervind, mezelf uitspreek, de waarheid. En dan politie langs de deur sturen. Maar met welke zorgen zijn ze bezig? Ja, weten dat ik de waarheid spreek. Qua erfenissen stelen, misbruik, verwaarlozing. En nog zoveel meer. Maar dan GGD langs de deur sturen. Ook met misplaatste zorgen. Met een heel team één iemand lastigvallen. Wat gewoon ook georganiseerde misdaad is. Je hebt voorbedachte raden met van alles bezig. Ondertussen zijn ze aan de hekserij, aan de voodoo, aan de hoodoo. En roeren in ketels en met black magic bezig. Echt gewoon poging tot moord ook. En dan ja, lijkt erop alsof ze nu dus ook Clio gestolen hebben. Ik heb nou zoveel dagen. We zijn nou al op de 100 uur dat ik Clio niet gezien heb. 'S middags rondje lopen, kijken of ik kan vinden. 'S avonds rondje lopen, ze is gewoon nergens meer. Het echt het niet optreden van politie, terwijl die donders goed weten wat er speelt. En daardoor de criminelen gewoon een machtsgevoel geven. En dat ze gewoon door kunnen blijven gaan met alles. En daardoor ik ook langer geïsoleerd zit. Cyberpesten, karaktermoord. Zoveel dingen die strafbaar zijn, maar paspoort stelen. De huissleutel die zogenaamd kwijt was. Ja, mensen die valse politiemeldingen maken. Ja, paspoorten die ze dus ook gewoon blijkbaar aan het gebruiken zijn. Documenten die ze aan het vervalsen zijn. Ze zijn informatie bij me weg aan het houden. Ze zijn post aan het stelen. Allemaal strafbaar. Mensen in gevaar brengen. Zoveel wat er afspeelt, dat is echt niet goed. Waar dan ook nog boeboe stelen. Dat is echt gewoon de druppel op alles. Ja, hadden ze er al gewoon helemaal verpest. Door al die spelletjes die ze vorig jaar in juli. Ja, waar ze mee bezig waren. Denken dat ze Grietje is. Het Hans en Grietje verhaal. Met snoepjes lokken. Maar zo zijn ze ook gewoon aan het rommelen. Maar het lastigvallen met technologie. Het laagfrequent geluid. De bromtonen. Katten die gevoeliger zijn. Maar ook gewoon weer de hekserij erop. En het lokken. Ja, wat dat betreft kan ik het wel een plekje geven. De dierenambulance. Is er ook een andere site. Waar mensen, als ze een kat gevonden hebben of zo, dat ze dat daar al eerst kunnen melden. En als er na 14 dagen niks gebeurt, nou, dan komt de dierenambulance die komt langs. In mijn video's kan je gewoon zien dat Clio hier achter op de leuning ligt. Heeft ze een hele week hierboven op het balkon op het randje gelegen. Dus toen in juli kwamen was ze niet eens 7 meter bij het huis vandaan. En was ik gewoon nog wakker. Stond de deur gewoon nog open. Zogenaamd wist niemand en wisten ze van daar op nummer 60... niet dat Clio bij mij hoorde. Zoveel spelletjes die ze aan het spelen zijn. Zoveel samenwerkingen.
Echt zoveel corruptie. Het is echt zich gewoon als een cult aan het gedragen. En daarmee, hoe langer dingen doorgaan, is het gewoon een cult. Eén grote piramideschema. En ze gaan echt nergens bij wegkomen. Ja, vrienden die frenemies bleken. Iemand waar ik 10 keer mee offline heb gestreamd en voordat ze naar het buitenland ging verhuizen, was hier ook 5 keer geweest. De helft van de keer de vriend ook hier. Ook gewoon een dief. Ook gewoon smerig. Blijkbaar ook iets van me gestolen. Maar als politie zelfs hierbij hoort. Detectives ook vals, hè. Recherche als je niks aan hebt, politie je niks aan hebt. Voor hoe groot het is, het Openbaar Ministerie hier gewoon mee aan de gang hoort te gaan. Ook niet doet. Je hebt blijkbaar valse advocaten, valse rechters. Hun die over erfenissen delen gaan. Ook gewoon hiermee te maken, ook omgekocht of zo. Zoveel mensen die echt ontslagen dienen te worden. Een heleboel mensen die de gevangenis in horen. Het is echt nog een maandje. En dit is allemaal al 3 jaar dat het afspeelt. En ze maken het steeds bonter, steeds zuurder. Omdat ze mij niet kunnen raken. Gaan ze zelfs als dieren beulen door het leven. Ik kan het een plekje geven. Clio is ondertussen 13,5 jaar. Maar ze pakken wel rif voor mij. Het is echt zo triest met alles wat medeplichtig is geweest. Alles wat gewoon ook betrokken is geweest. Een heleboel die gewoon niet kunnen dienen als getuigen. Omdat ze gewoon mee hebben gedaan. Mee hebben gespeeld. Niet op internet alleen, alles wat weet van de copycats die bezig zijn. Ook gewoon de mensen hier omheen, in de buurt. Oude bekenden en zo, bekende gezichten. Zoveel mensen die meer weten. Sommigen die volgen me op YouTube. Ik ook kunnen zien of kan ik zien dat ze me volgen. Zijn ook allemaal aan het zwijgen. Maar echt... Dan ook nog Clio van me stelen. Allemaal maar willen dat ik agressief en erg boos ga doen. Totaal niet snappen. Hè, wanneer je bij verlichting komt. Maar tot het... gewoon het rommelen met die DNA-uitslagen. Ik die echt niet mag weten wie mijn ouders zijn. Ja, want dan gaan er toch weer dingen... waarom mag ik niet weten? Erfenis. En dus dat de erfenis niet bij mij mag komen, want dan... waar krijg ik dat van die? Als ze zoveel geprobeerd hebben, het is echt... Maar vooral ook het hekserij en met hun astral travel. Allemaal dingen aan het doen waar niemand in gelooft. Maar wel miljoenen mensen, niet alleen in Nederland mee bezig zijn, maar ook gewoon wereldwijd. De heksen, de demonen. Genoeg mensen die ook in de duivel geloven, want ze geloven in Jezus en in zijn beproeving. Zoveel mensen, normen en waarden. Het is echt gewoon, het is belachelijk. Zoveel mensen die ook gewoon kinderen in huis hebben, dat ik denk... Niemand die een verantwoordelijkheid kan nemen, niemand die kan biechten. Allemaal weten dat ze horen terug te geven, maar ook weten wanneer dat gebeurt. En ze horen de gevangenis in en daar zijn ze bang voor. Zeker hun die een eed hebben afgelegd. Dus ja, weer langer doorgaan. Ja, mijn katten zijn gewoon blij met mij. En voordat die spelletjes gebeurden...
ging Cleo de tuin niet eens uit. Hing ze de hele dag om me heen. En nu willen ze daar ook een spelletje op spelen. Het is echt in en in triest. Het is duivels te noemen. Ze hebben echt... mensen zijn echt ziek. Maar het is niet een ziekte... dat ze naar de psychische inrichting moeten of zo. Ze horen gewoon in de gevangenis thuis. En vanaf daar kunnen ze ook af en toe... met een psycholoog of zo praten. Ze weten gewoon waar ze mee bezig zijn. Ze weten dat wat ze doen, dat het slecht is. Dat het bijna duivels is. Het is gewoon satanisch. Het is echt gewoon de evil heks uithangen. Ze zijn gewoon bezig met rituelen en met opofferingen. Het is echt beschamend dat je dan woont in een rechtsstaat. En dat je burger- en mensenrechten dan niet beschermd worden. Tegen al die instellingen, al die instanties. Tot de overheid blijkbaar aan toe. De rest willen het verzuipen in de coronagekte. Of die zo aan het demonstreren zijn en alles in rep en roer willen hebben. Terwijl ik daar elke keer al... eerst toch probeerde de mensen rustig en bij besef en high frequentie en vibratie hoog. Maar ze wilde iedereen in chaos. Om echt te zien wat voor toneelschool dat is. Dat het gewoon, kan het bijna het leger noemen, hè, Acuub. Echt zoveel valse mensen. En dit gaat net zo lang door tot de gerechtigheid is.